Hoe geef ik mijn kind een goede seksuele opvoeding? Het is ontzettend belangrijk om je kinderen een goede seksuele opvoeding te geven. Ik denk dat we juist in deze tijd er niet meer mee weg kunnen komen om er niet over te praten. Maar wat heel veel ouders toch nog een beetje voelen is een stukje schroom of verlegenheid als het gaat over seksualiteit. Ik heb heel veel ouders gesproken, christelijke ouders. Ik geef heel vaak ouderavonden over dit onderwerp. En wat ik het leukste vind om als eerste te doen is om meteen een stukje ontspanning mee te geven. Om meteen het onderwerp seksualiteit te verbreden en te vertellen van joh, het gaat over veel meer. Het gaat over je relationele vorming en het herkennen van ben je veilig, ben je niet veilig, bij wie. En in dat hele verhaal, als het ware, ga je ook seksualiteit bespreken. En ga je het hebben over het accepteren van je lichaam, het herkennen van je lichaamsdelen. Ga je seksuele voorlichting geven. Dus dat is een heel mooi verhaal wat zich steeds verder aanvult, als het ware. Het enige wat jij verkeerd kunt doen, is door er niet over te praten. Dan is het een taboe en dan moet je kind zelf op zoek, dan kan het ontzettend beïnvloed worden door wat anderen vertellen, want je hebt zelf geen kaders meegegeven. Dus als je erover praat, dan kun jij je kaders meegeven, dan kun jij dat verhaal aan jouw kinderen gaan vertellen. Wat heel belangrijk is, wat ik ook bij een heleboel christelijke ouders ook zie, is dat stukje gedrevenheid van je wilt ze graag helpen om veilige keuzes te maken. En uiteindelijk, christelijk of niet christelijk, dat willen we allemaal. Dat onze kinderen veilig zijn en dat ze een prettige relatie krijgen. Het liefst een duurzame relatie, geen negatieve ervaringen. Maar ook, nou, liever gewoon een goede relatie die voor langere tijd is natuurlijk. Dat wensen we onze kinderen allemaal toe. Dus maak dat bespreekbaar. Soms zie je bij christelijke opvoeders en ook wel in de kerkelijke cultuur dat we heel makkelijk praten over normen, maar dat we eigenlijk het gesprek over waarden vergeten. Met als gevolg dat onze tieners allemaal precies weten hoe de kerk erover denkt. Ik spreek ook veel tieners die zeggen, ik weet precies hoe mijn ouders erover denken. Maar dat we eigenlijk zijn vergeten om onze kinderen en tieners te leren na te denken hoe ze er zelf over denken. En wat voor hun een drijfveer is, wat voor hun belangrijk is. Dat zij herkennen, dit verwacht ik van mijn relatie, dit verwacht ik van een partner, van een verkering. Deze waarden, liefde, trouw, zorg, respect, veiligheid. Veiligheid is een hele belangrijke. Daar heb ik een beeld bij. En een heleboel kinderen en tieners hebben dat nog niet. En wij kunnen hun dat geven. Dus blijf in gesprek. Stel vragen. Niet dat ene serieuze gesprek aan de keukentafel. Nu moeten we het ergens over hebben of aan de rand van het bed. Maar iedere keer tussendoor. Het is een ontspannen onderwerp. Het gaat over veel meer dan seksualiteit. Dus er zijn een heleboel momenten dat je erover kunt praten. Dat je ergens op kunt aanhaken. Dat je een vraag kunt stellen. En dat je je kind, zoals ze jong zijn als dat ze ouder worden, kunt helpen na te denken over relaties, vriendschappen, veiligheid. Er zijn een heleboel kansen om dat iedere keer te stimuleren bij je zoon of dochter. En vooral ook die openheid in je gezin te creëren. En ik denk dat je dan niets verkeerd kunt doen.